Welkom bij Mijn naam is DJ, ik ben tweede operator bij Cargo Aurora. Ik vind de werksfeer heel prettig. Leuke collega's, goede team. Met elkaar koffie drinken, elkaar helpen waar nodig. Ik vind het werk bij Cargo leuk vanwege de vele doorgroeimogelijkheden. Dat veiligheid voorop staat, dat is een groot bedrijf. De storingen oplossen met elkaar en daarbij helpen. Er is, als je geen opleiding hebt van VaproB, is er ook een mogelijkheid om via Randstad een PBL-traject te lopen en dat duurt 2 jaar. Mijn naam is René. Ik ben maintenance supervisor van de mechanisch technische dienst van de locaties Aurora en De Jonker in Zaandam. Eigenlijk is geen dag in de technische dienst hetzelfde. De ene keer is het preventief werk en de andere keer is het correctief werk. Het voordeel voor met leerlingen van Randstad, dat ze gelijk de fabriek leren kennen, dat ze gelijk de gerichte technische kennis opdoen om het onderhoud voor onze fabriek te kunnen verzorgen en dat wij dan gelijk voor de toekomst gereed zijn met een al bekende monteur. We hebben zeker in onze technische dienstgroep mensen die veel doorgroeien. Meestal beginnen ze als monteur, die kunnen doorgroeien naar een functie als werkvoorbereider. We maken met monteurs ook wel eens uitstapjes naar het magazijn toe. Nou, ik ben Chris en ik ben tweede operator. Ik ben 2,5 jaar geleden gestart via Randstad aan de opleiding BBL. En nou, sinds een half jaar heb ik die afgerond. En de hulp die je ook aangeboden krijgt van Randstad om het traject te kunnen doen, nou, dat is gewoon goed. Ik ben nu zeg maar tweede operator en hij is dan eerste operator. En ja, naarmate je meerdere afdelingen kent, dan kun je doorgroeien naar eerste operator. En als je alle afdelingen kent, dan kun je allrounder worden. En uiteindelijk, als je echt zou willen, dan kun je ook voor assistent en dan wachtchef in aanmerking komen. Het wel van eigen initiatief af. Als je goed je best doet, dan kom je hoger op. Doe je minder goed je best, ja, dan zal je langer op een bepaalde functie doen. En daarom ben ik nog tweede operator. Ja, en ik eerste. Ja, humor moet je een beetje zelf af en toe maken. Dus wij hebben echt, wat hij ook zegt, een leuk team. Nou, af en toe een visie eten met z'n allen. Ik zou graag anderen willen aanraden om bij Cargo te komen werken vanwege het goede arbeidsvoorwaarden. Wat zeg jij dan? Nou ja, op zich, ja, de arbeidsvoorwaarden is natuurlijk leuk mooi meegenomen, maar ja, de sfeer is ook gewoon echt top. Leuke collega's, het werk is leuk. Ja. Werk jij mee aan de toekomst?